Dit is de laatste aflevering van Rotterdam, Rotterdam. Vorige week zagen we hoe de Oosterschelde het meest zuidelijke punt van de wereldreis bereikte. Deze week begint de lange reis naar huis. Cameraman is Arno van Lent. Ushuaia in het onderste puntje van Argentinië, de meest zuidelijke stad ter wereld. Hier vandaan vertrekt de Oosterschelde naar huis. De reis duurt 85 dagen. Een echte mijlenmaker met een tussenstop op de Azoren. Na vertrek komt het schip al snel in een storm terecht. De zoveelste tijdens de wereldreis. Maar verder kenmerkt deze reis zich vooral als heel lang. Heel lang geen land, heel lang niets opzienbarend. Na 70 dagen op zee arriveert de Oosterschelde op de Azoren. Hier kunnen schepen hun eigen naam op de kade achterlaten. De Oosterschelde was hier al eerder. De Azoren is een Portugese archipel ter hoogte van het Iberisch Schiereiland. Er wonen ongeveer 250.000 mensen. Door gaat het. Het laatste stukje naar Nederland. Nog één keer kijken we naar dit prachtige schip, ditmaal tijdens het hijsen van de gaffeltopzeilen. Voor de bemanning is deze lange periode aan boord ronduit zwaar. Zeker als je zo lang niet thuis geweest bent. Jana is halverwege de reis nog even terug naar Duitsland geweest, maar Jan is nu al bijna anderhalf jaar op zee. Hoe kijk ik daarop terug? Het is één groot avontuur geweest, ik weet het nog niet. Ik moet eerst terug thuis komen en dan ga ik daar nog eens goed over nadenken. Ik vind het moeilijk te zeggen. Ik snap heel goed wat Jan zegt, want dat is bij mij net ook gebeurd. Ik kon pas beseffen wat er het laatste jaar of 1 tot 1,5 jaar gebeurd is toen ik thuis was. Want mijn reizen tussendoor in Zuid-Afrika, Papua-Nieuw-Guinea en de andere landen is toch wel best... inspannend eigenlijk. Dus je komt niet echt tot rust om te beseffen wat er gebeurd is. En, want je moet meteen weer door en jezelf gaan regelen. Ik wil er niks van missen, dat weet ik wel zeker. Ik kijk er met trots en blijdschap denk ik op terug, dat ik dit heb mogen meemaken. En ik ben me ook bewust dat ik daar ook keihard mijn best heb voor gedaan om daar een onderdeel van te kunnen zijn. En dat is iets wat mijn leven lang zou bij me houden. Ja. Het klopt inderdaad, Jana zegt, ik wil ook niet. Ik had het ook niet willen missen allemaal. Het is natuurlijk iets wat. Wie maakt zoiets mee? Wie zeilt er rond de wereld? Niet veel mensen. Gewoon. En dat is mooi.
Het is ook een hele ervaring. En een ervaring is niet altijd alleen maar feest en leven de lol. Ik ben op het moment ben ik op een punt dat ik er klaar mee ben. Ik wil graag naar huis, naar mijn familie en mijn vrienden. Het is mooi geweest. En stel mij de vraag over 3 weken nog eens. En je krijgt een ontzettend positief antwoord over alle dingen die ik beleefd heb in het afgelopen jaar. Vlak voordat we Nederland bereiken, maken we het schip schoon en werken de ergste slijtagesporen van de wereldreis weg. Ondertussen wordt in Rotterdam de feesttent opgezet. Elvira Beetstra coördineert de thuiskomst van de Oosterschelde. Is het druk vandaag? Hartstikke. Ja? Nou, het valt wel mee. Het loopt eigenlijk hartstikke gesmeerd. Iedereen weet precies wat hij moet doen, dus dat is wel mooi. Ja. Nu nog eventjes zorgen dat de Oosterschelde op tijd is. Enkele schepen, waaronder de Helena, eigendom van dezelfde stichting, het Rotterdamse Zeilschip, gaan de Oosterschelde tegemoet. En op die Helena zien we een oude bekende, Kirsten, de studenten mondzorgkunde, die 2 trajecten meevoert tijdens de wereldreis. Wat blijkt, ze is matroos geworden. Ze werkt deeltijd op de Helena, naast haar studie. In Holland hangt een dichte mist. Volgens schema zou de Oosterschelde hier nu moeten arriveren. En dan, om 12:30, komt het schip opdoemen uit de mist. De Schelde wordt door veel schepen begeleid. Enkele sleepboten tonen enthousiast hun vaardigheden. Dan na 1,5 jaar terug in de thuishaven Rotterdam. Thank you.
precies 543 dagen, 1 uur en 12 minuten onderweg geweest. En grofweg 45.000 kilometer, oftewel zo'n beetje 24.000 zeemijlen af te leggen. En namens het stadsbestuur, het College Rotterdam, zijn we weer zeer verheugd om het schip hier te mogen verwelkomen door de stichting en door het feit dat mensen mee willen varen en een fantastische kapitein hebben, we dit nog steeds kunnen laten zien hier in de stad. Daarvoor veel dank en een zeer warm welkom van iedereen weer hier in Rotterdam. Dankjewel. Ik wil specifiek even door jou richten, pap. Ik vind het heel vet dat je dit hebt gedaan. Ik ben heel trots op je en ik ben blij dat je ervaren bent. En ja, ik ben blij dat je weer terug bent in Nederland. Toen wij inderdaad 3 november 2012 hier vertrokken uit de Veerhaven, begonnen we een heel groot avontuur. Met een bijna 100 jaar oude driemaster de wereld rond. Rond de drie grote kapen, Kaap de Goede Hoop, Kaap Lewin, Kaap Horen zelfs en naar Antarctica. En dan nog eens terug zien te komen. Dat is een avontuur zoals dat echt hoort, met veel plannen vooraf. Maar ook wel onzekerheden en moeilijkheden natuurlijk onderweg. Maar wat die ook allemaal waren, ik kan jullie verzekeren dat als je daar op dat schip staat, al die nachten onder die fantastische sterrenhemels, al die dagen dat het schip voltuig, een beetje op één oor hangend, over dat water buldert bijna. Dat soort momenten, die walvissen die we zagen op Antarctica, je ziet hier beelden om je heen, die ijsbergen, al die leuke mensen en enthousiaste mensen die we ontmoeten in havens overal in de wereld, dat die momenten die wegen ruimschoots tegen al die onzekerheden op. Maar het allerbelangrijkste, deze hele wereldreis had ik nooit kunnen doen zonder die bemanning. En er zijn er een heleboel en die zijn ongetwijfeld achterin te vinden en ik wou ze toch even naar voren halen. Nou jongens, kom maar allemaal. Niet iedereen is er, maar het is echt een hele grote groep. En ze hebben allemaal echt als paarden gewerkt. Fantastisch. Op het podium! Wij hebben iets heel bijzonders meegemaakt. Als je een doel voor ogen hebt, als je iets bijzonders wilt, en als je daar keihard voor werkt, dan is het gewoon mogelijk om zo'n droom te laten uitkomen. En bij het vertrek van het schip, 1,5 jaar geleden hier uit de Veerhaven, toen zei ik dat ik hoopte dat deze tweede wereldreis vooral tot de verbeelding zou spreken van veel mensen. Van nieuwe gasten van de Oosterschelde, nieuwe bemanningsleden van de Oosterschelde, die het schip opnieuw een lange periode van succes laten beleven. En dan ben ik ervan overtuigd dat we hier over 5 of 10 of misschien 20 jaar wel weer staan naar weer zo'n fantastische reis.